Herinneren jullie je groep 8-kamp nog? Het was voor veel mensen een van de leukste dingen van de basisschool. Gezellig praten bij het kampvuur, zonder zorgen lol maken met je vrienden en de hele nacht opblijven om de volgende ochtend gewoon weer verder te gaan. Nou, ik niet. Nee, ik zat thuis met een angststoornis die zo erg was geworden dat ik dit stukje van mijn jeugd heb moeten missen. Inmiddels gaat het beter en ben ik trots dat ik dit dagelijks mag doorstaan. Want het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Maar niet iedereen komt hier zo uit voort als ik. Nog nooit in onze geschiedenis zijn er zoveel jongeren geweest met mentale klachten. Wat is de afgelopen jaren toch veranderd? Sinds de uitvinding van het internet hebben we binnen een paar seconden toegang tot alles wat er gebeurt in de wereld. De smeltende poolkappen, oplopende AOW-leeftijden, stijgende huisprijzen en ook is er een hevige sociale druk. Je hebt social media om elk aspect van jezelf mee te vergelijken. Leerlingen, waaronder een paar van mijn eigen klasgenoten, moeten minimaal 8 halen voor een toets om maar toegang te krijgen tot die droomopleiding. En veel studenten moeten zich kapot werken voor een minimumloon om überhaupt nog een dak boven hun hoofd te hebben. Vind je het gek dat er zoveel jongeren zijn met mentale problemen? En dan werken de beschikbare hulpmiddelen ook niet eens efficiënt genoeg. Voor een plekje bij een psycholoog sta je zo 4 maanden in de wachtrij. Veel jongeren worden volgepropt met zware medicatie en het betreurt me om te zeggen dat er te veel zijn. Die besluiten om zelfmoord te plegen. Waarom accepteren we dit? Overheid, investeer juist nu in de mentale gezondheid van jongeren. Scholen, besteed meer aandacht aan de mentale gezondheid van jullie leerlingen. Ouders, ondersteun jullie kinderen. Wij moeten jullie pensioenen gaan financieren. Dit is het minste wat jullie kunnen doen. En aan de jongeren, kijk naar elkaar om. Heb je last van mentale klachten? Praat erover. Want praten helpt echt. Dit moeten we samen doen. Zodat ook de volgende generaties van jongeren kunnen genieten van een zorgeloos en onvergetelijk groep 8-kamp. Dank u wel.